Hallo allemaal, vandaag Jordi weer van Dutch Gaming Cast en welkom bij een nieuwe Minecraft episode. Ja, jullie zien mijn face niet. Nee, oké. Okay. In elk geval, welkom bij een nieuwe Minecraft episode. We gaan weer verder met Minecraft. En, ik heb eigenlijk niets. Oh, creepers en zombies. Ik heb eigenlijk niks meer te zeggen, we gaan gewoon weer verder, jongens. Het enige wat nog wel een beetje vervelend was, is dat ik de laatste paar dagen niet heb geüpload, maar... kwam onder andere door tijdnood en allerlei dingen, ja. In elk geval, we zijn weer terug. Dus daar gaat het uiteindelijk om, neem ik aan. Laten we eerst even een trappetje hier maken. Oh ja, en als jullie nu afvragen waar we zijn, ik zal het wel even laten zien. Ik heb een mijn gemaakt. Hij is niet nog niet zo. De mijn is nog niet zo diep, maar... in elk geval, dat heb ik even gemaakt hier zo. Dus dat komt hier uit, dan weten jullie tenminste waar we zitten... ik heb verder geloof ik niet echt iets meer gedaan. Nee, volgens mij niet. Dus in elk geval, we gaan even die grot doorzoeken. En dan gaan we hopelijk diamonds vinden deze episode. Dat zou wel fijn zijn. Dus, eens zien. Hebben we toortjes? Ja, ik heb toortjes bij me. Oké, XP, dat willen we al hebben. Voor enchantments. Die gaan we ook zeker doen binnenkort. Want we gaan ook voor obsidian, trouwens. Deze episode. Voor... hoe heet dat? Dat hebben we nodig voor een enchanting table te maken, dus... is dat een spin? Wow. Volgens mij tripte ik hem een beetje. Ik dacht dat ik een spin zou... oh, jawel, toch wel. Hè? Nou ja, whatever. Wow, yo. Zo agressief. Aggressive spider. Nee, niks hier. En ik heb eindelijk een cave system gevonden, want... mijn wereld dat ligt als het ware op een eiland. Dit is trouwens eventjes hier. Moeten jullie even op commenten als jullie willen. Trouwens, ravijn, nice. Daar gaan we nog even niet heen, maar straks wel. Alsjeblieft, comment eventjes wat ik zal doen. Want hier komt de vraag. Zal ik deze, hoe noem je dat? Mijn plek van mijn huis naar een andere wereldsheet verplaatsen? Of willen jullie gewoon dat ik hem op dit eiland laat? Want het is wel heel vervelend. We hebben niet echt een ontzettend groot eiland hier. Dus laat het even weten. Zal ik hem met MC Edit in een andere sheet plakken? Of laat het gewoon even weten in de comment section. En dan gaan we even kijken wat jullie willen. Dus, ik heb eigenlijk verder niet zoveel te zeggen meer. Nee, denk ik niet. Wat ik wel wil zeggen is, ik probeer op Modern Warfare 3... op de computer heb ik hem nu eventjes van mijn broer overgenomen. Tenminste, overgenomen. Ik speel op zijn Steam-account. En ik heb te lang niet meer op de computer gespeeld. Ik heb wel Modern Warfare 2, Black Ops en zo op de computer gespeeld. Maar ik kan er nu eigenlijk niet zo echt mega veel meer van, laat maar zeggen. Omdat ik het te lang niet meer heb gedaan. Omdat ik natuurlijk een PlayStation 3 heb. Dus, de games, dat gaat nog niet helemaal lekker. Ik probeer natuurlijk mijn uiterste best te doen. Eens even kijken trouwens hoor. Brightness staat goed. Staat normaal. Ja, sound staat geloof ik ook precies goed. Dus, dat wil ik even checken. Even water weghalen. In ieder geval zijn we bij lava beland. Dat een goed teken is en een slecht teken. Holy crap, die gozer kan goed mikken. Wey yo. Nou. Komt zeker die skeleton ook weer achteraan, of niet? Where are you? Oh, hij is daar. Beter komt er niks daar. Juist. 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 Wow, ook nog gezond. Ik zie skeleton. Oh, hij leeft nog. Oh. Niet aanraken, jij. Hé, mijn dot. Zo. Niks hier. Eventjes, hierboven een beetje verkennen, want... Wauw. We zijn nu eindelijk een beetje in een grot beland. Jongens. Dat hadden we nodig. En er zat volgens mij goud. Ja, goud. Wow. Ik word beschoten van... waar? Oh, daar. Weet je wat? We pakken zo... ja, trouwens. Get me the gold. Get me your money. Oké. We pakken zo die skeleton wel. Pudum. Even wat iron halen nog. Volgens mij hebben we straks echt gewoon genoeg iron. Oh, lapis. Nou, dat heb ik eigenlijk niet nodig, maar ik mine het gewoon. Zo.
Oké, dat heb ik dan ook weer. Volgens mij komt die skeleton nu wel dichtbij. Ja, dat dacht ik al. Peter, doe je dat niet? Ik moet dat eten. Heb ik voed? Ja, ik heb brood bij me, Peter. Had ik nog trouwens gemaakt. Oké, nice. Gaan we even health recoveren. En dan kunnen we weer verder met de exploratie van deze tunnels. Oké. Oh, is dat een skeleton? Ja, dat is een skeleton. Laten we hem opbouwen. Nee, we gaan niet campen, laat maar zeggen. holy crap. Sneaky bastard. Niet om een hoekje kijken. Vertrouw het niet. Dadelijk word ik ineens gebackstabbed of zoiets. Hier omhoog. Wel iron. Tandjes, hoeveel iron is hier? Oh. Tunnel naar beneden, dat is altijd goed. En we gaan weer naar boven. Oké, dat is niet goed. En weet je wat? Ik denk dat we even al die iron... Oh, trouwens. Dat komt gewoon weer hieruit. Beter gaan we even al die iron minen. Ja. Ja, ik denk dat we dat maar gewoon gaan doen, weet je. Hier nog meer. Overal nog meer. En ik heb dus de laatste tijd gewoon een beetje druk met school en zo. Wel vervelend, maar toch blijf ik proberen om zoveel mogelijk te uploaden. Maar ja, ik doe natuurlijk ook dingen met vrienden, dus dat houdt het af en toe ook tegen gewoon. Maar ik heb jullie vandaag deze episode beloofd, dus ik dacht ik maak hem. Ik heb net een hockeywedstrijd gehad, dus ik dacht ik maak hem gewoon. En dan upload ik hem gelijk. Was trouwens een vroege wedstrijd, wel vervelend, maar ja. Laten we dit lava even stoppen. Zo, dat lijkt er meer op. Dan hebben we tenminste nog een beetje licht. En we kunnen niet meer doodgaan. Gaat het nog naar beneden? Het gaat hier weer omhoog. Het gaat hier helemaal weer omhoog. Nou, beter gaan we daar dan even niet heen nog. We moeten juist naar beneden. Op welk level zitten we? We zitten op level 19. Ja, dat is bijna diamond level. En ik wil echt deze episode proberen wat diamonds te vinden. Oh, dat was een faal. Als dat lukt, dan zou ik wel heel blij zijn. En natuurlijk eventjes wat obsidian maken. Dat doe ik zo wel trouwens. En dan kunnen we eindelijk onze enchanting table maken. Waar we wel vette enchantments uit kunnen halen. Dus ja. Ik ben trouwens... Daaf en ik zijn hartstikke blij met de feedback die we krijgen van de thumbs up. En ja, we krijgen ook wel comments en zo. Dus leuk dat jullie dat doen. Bedankt daarvoor. Ja, eigenlijk zouden we bonus episodes moeten releasen als jullie ons zoveel feedback geven. Dus misschien doen we dat ook wel. We willen trouwens ook nog wat specials gaan doen. Maar stomme connectie. En het internet is gewoon echt behoorlijk slecht met ons. Ja, ik weet echt niet hoe het kan. Het is heel vaag. Maar we blijven ons best doen. En we blijven hoop houden dat het ooit een keer gaat lukken. Maar voorlopig doen we gewoon nog eventjes deze episodes. Ik weet niet of jullie het ook leuk vinden. Vast wel. Zullen we hier even wat... Ja, beter gaan we hier wat obsidian maken. Anders komt het er ook niet van. Dus dan doen we even zo. Ja, niet slecht. Dus eerst even kijken hoor, want... Gaat dat lava nog dieper of? Zo te zien niet. Volgens mij was het gewoon één laagje. Oké, nou dan pakken we onze diamond pick. En dan gaan we even wat obsidian minen. Is dat... Ja, volgens mij gaat het nu sneller dan eerst. Maar ik zie... Ja, volgens mij breekt die bijna... Nu ongeveer. Ja, gaat iets sneller. In ieder geval nice. Dan hebben we ook wat obsidian voor onze enchanting table die we gaan maken. Dat nice is, dus eigenlijk, weet je wat, ik hak even al dit obsidian off camera en dan ben ik zo terug, beer back. Oké, we zijn weer terug en ik heb eventjes 20 obsidian gemined, wat een eeuwigheid duurde. Hier zo zien jullie het. Maar goed, ik ben dus weer terug. En we gaan weer eventjes verder met het zoeken naar diamonds. In elk geval, we kunnen nu dus een portaal naar de Nether maken en... we kunnen dus, wat wel kan, zo, een enchanting table maken. Ja, dat is het woord dat ik zocht. Hoe kan je mij... Oké, die gaat eraan. Dat was het, de druppel, laat maar zeggen.
dat ziet er ja wel goed uit op zich. Geen sidefax, nice. Even dit goud halen. Oh, dat is niet slecht. Wauw, het gaat nog verder door. Helemaal niet slecht zelfs. Nog verder. Oh, nog verder. Nog verder, nog verder, nog verder. En nog verder. Oh, oh. Nee, geintje. Dit gaat naar boven. Dat is eigenlijk een heel slecht teken. Maar we gaan toch maar even kijken. Om het water te stoppen. En dan gaan we eventjes verlichten. Eens kijken hoor. Nee, volgens mij is dit niks. Nee, we gaan gewoon hier terug naar beneden. Trouwens, het verkouden zijn is zwaar vervelend. Echt zwaar vervelend. Vooral als je het ook zo lang bent, maar ja. Oh. Is dit dat? Oh, nu komen we uit in het ravijn, joh. Oh, beter. Op welk level zit dit ravijn? Op level 18. Ah, dat is net geen diamond level. Jammer. In level 14 kun je geloof ik diamonds vinden. Als ik het goed heb onthouden. Ik weet het niet zeker, maar volgens mij wel zoiets. In elk geval is hier iron genoeg in deze caves. En goud en zo, weet ik veel wat allemaal. Oké. Torch. Spider. Moet proberen. Beter hier. Nee, niet. Nou, wel weer dat stomme spul. Dat kom ik ook overal tegen. Laten we even wat extra torches maken. 24 is goed voor nu, denk ik. Wauw. Het is wel een grote ravijn. Dus daar doorheen minen. Ga gewoon even diamond pickaxe gebruiken. Gaat alles een stuk sneller. En ho. Jou had ik heel eventjes niet verwacht. Ho. En hij is dood. Nice. We zijn level 11. Dan kunnen we al straks onze eerste enchantment misschien doen. Of volgende episode, ik weet het niet zeker. Man. Meen je dit? Oh, trouwens, er zit een gat. Zou dat ravijn nog doorlopen hierachter? Wondering. Nee, volgens mij niet. Oké. Jammer. Maar leuk geprobeerd het ravijn hier zo. Nog steeds geen diamonds. Geen diamonds. Waarom niet? Waarom gunnen ze me geen diamonds? Ik snap het niet. Of deze wereld is gewoon echt totaal niet chill. Beetje iron. Iron heb ik al genoeg, man. Deze wereld zit vol met iron, maar echt gewoon niet vol met diamonds. Of gewoon op plekken waar ik ze niet kan vinden. Ik moet nog dieper gaan, laat maar zeggen. Het is niet, ja. Ik moet naar level 14 toe. Daar zit ik nu niet. Ziet er wel leuk uit. Beter, gaat het. Yes, dit gaat naar beneden. Zou dit de road to victory zijn? Wauw. Dit is een open ruimte. Ziet er niet slecht uit. Trouwens, die creeper, hè. Komt hij dichtbij? Wauw. Valt er mee. Ja, ga maar daar maar een beetje. Later. Oh, zombie. Terug. Ze proberen ook gewoon 2-1 te doen, hè. Ja, zombie. Kom maar. Ben jij dood? Goed zo. Oké, dit. Ik voel me niet veilig. Oh, niks. Nee, niks. Go in de gang. Go, 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 go. Heel eventjes zo. Oh, ja, fijn. Nee, verkeerde. Oké, die heeft het niet overleefd. We zijn level 12. Nice. Dit gaat weer naar beneden. Het wordt steeds beter. En het gaat nog verder naar beneden. Kom op, hier moet diamond zijn. There must be some diamonds here. Nee. Terug naar boven. Redstone kan ik zeer goed gebruiken. Nope, niks. Oh, nog meer iron. Jongens, hoeveel iron wil je hebben? Ik heb diamonds nodig, jongens. Diamonds. Nee, nog steeds niks hier. Welk level is dit? Dit is 18 nog steeds. Wat? Hoe kan dat nou? Oh. Natuurlijk. Nee. Nee, niks achter me. Ik was even aan het kijken, want... je weet het nooit, hè. Je weet het nooit. Oké. Er moet hier gewoon ergens diamond zijn.
Welk level is het? Level 13. Oké, dit moet diamond zijn. Oké, wacht even hoor. Ik wil eerst even zeker zijn dat we geen backfucker krijgen. Dat is zwaar irritant. Dan zouden we weer dood zijn. Dat moeten we niet hebben. Gravel. Dat is aan de andere kant. Kom je hier uit. Oké, we gaan nu beginnen. Obsidian. Give me obsidian. Zo. Nice. Redstone. We'll take that. Ze hebben het, ja, volgens mij heeft hij een update gedaan dat je redstone nu ineens turbo kan minen ofzo. Kom op jongens. Ik ga hem toch niet vertellen dat ik hier voor niks kom, hè? Blijkbaar wel. Nou. Ik ben toch nieuwsgierig. Ergens heb ik het idee dat daar toch nog wel diamonds zitten. Maar ja. Dan niet. Nou. Volgens mij is hier nog meer. Ja, hier is nog meer. Lava kapot maken. Wat is hier? Oh, dat is... Ah, dan kom ik daar weer uit. Oké, wat is hier dan? Beter heb je hier diamonds of zo. Ik zit toch echt op... Ja, ik zit op level 12. Dan moet ik diamonds kunnen vinden. Maar nee hoor, natuurlijk weer geen diamonds. Deze episode heet Failed Diamonds. Nee, zoiets. Nee, oh, die had ik niet, even niet verwacht. Die gaat ook echt gewoon... Oh. Dat is beter. Het is wel gelijk een stuk donkerder, maar dat is wel beter. Zo. Pardon, pardon. Hoeveel iron heb ik? Ja, dat bedoel ik. Ik heb al meer dan een stack iron. Kom op. Dit is de laatste kans in deze episode voor diamonds. Oh, ik ga nog één keer naar zo'n laag level. En anders speer ik hem hier. Wat is dit? Hier was een creeper daarnet, maar ik weet niet of die al weg is. Oké, we hebben gefaald, jongens. Nou ja, in elk geval, laat me weten of ik mijn base zal verplaatsen naar een ander... naar een andere wereld die groter is en waar we tenminste diamonds kunnen vinden, of dat ik in deze wereld blijf. Laat het me weten jongens in de comment section en ik spreek jullie later.